Op dit moment telt Nederland naar schatting 260.000 mensen met dementie. Ongeveer 9 op de 1000 mannen en 18 op de 1000 vrouwen heeft een vorm van deze aandoening. Ik ben Jeroen, een vierdejaars hbo-verpleegkundestudent die samen met 3 medestudenten en Stichting Wonen met Gemak een project heeft opgesteld over wonen met dementie. Een van de dingen die daaruit naar voren kwam was dat er nog steeds een taboe heerst over dit onderwerp. En een van de redenen daarvan kan zijn onwetendheid. Nou goed, ik heb het idee dat er toch nog weinig bekend is bij mensen. Op het moment dat je zelf namelijk niet in aanraking bent gekomen met iemand met dementie, een stukje ver van je bedshow. Ik denk dat de meeste mensen denken bij dementie zijn toch de verwarde mensen die in een rolstoel in een verpleeghuis zitten. Dat beeld komt natuurlijk ook nog vrij veel in de media naar voren. Maar eigenlijk lopen er gewoon hier op straat al heel veel mensen met een dementie. Daarnaast zijn er verschillende vormen van dementie die ieder een eigen uitingsvorm hebben en iedereen is verschillend. Als je delen stuk zijn en bij de een kan dat hier zitten en bij de ander kan dat hier zitten, bij wijze van spreken, dan zie je ander gedrag. En dat gedrag is per iedereen is dat verschillend. Ja, dus iedere dementerende ouder die heeft een aantal algemene kenmerken, maar daarnaast ook nog allerlei kenmerken als gevolg van het feit dat het brein verder stuk gaat. Maar ook nog eens een keer als gevolg van het leven wat iemand geleid heeft. Veel kenmerken zoals vergeetachtigheid of verwardheid zijn bekend bij de meeste mensen. Daarnaast heb je ook nog dingen zoals gedesoriënteerd zijn in tijd, plaats en persoon, waarbij iemand niet meer weet welke dag dat het is, welk jaartal het is, of dat ze nog denken dat ze kind zijn. Daarnaast raken ze eerder verdwaald of ze weten niet meer wat ze wel en niet kunnen. Het is helemaal wie je bent of het is zonder aanzien des persoons word je dement. Ja. Die was al een tijdje moeilijk in gedrag. De buurvrouw had al geklaagd, de politie was gekomen, maar dan hebben ze een heel air van nu. Keukens, de doel komen al en ze daar onderhoud ik en dit kan ik ook. Dus de politie drijft weer af en laat het voor wat het is. Totdat er inderdaad ook lichamelijke klachten kwamen en ze de deur niet meer opendeert. Toen moest ik echt ingrijpen. De kijk op het leven van een dementerende staat vaak haaks op wat wij zien als de realiteit. Dat is ook de reden waarom dat het voor veel mensen moeilijk is om zich in te leven in het ziektebeeld dementie. We hoorden 's nachts iemand bellen en er zijn we jaren mee bezig geweest om daar te achterhalen wie dat was en het bleek dus dat het een hallucineren was. Dit afgelopen half jaar hebben wij geprobeerd om ons in te leven in het leven van een oudere met dementie. Niet alleen ervaren we hoe het is om als oudere door het leven te moeten met speciale ouderdomspakken, ook kropen we als het ware in het hoofd van een dementerende tijdens de simulatie Into Dementia. Ja, en daarnaast, wat ze zeggen als oplossing is het bespreekbaar maken van dementie. Ja. Waar begint dat? Nou ja, goed, ik denk dat dat al wel steeds meer aan de orde komt. Hè? Dat er al, als we in Nederland, wat jullie natuurlijk aan het doen zijn, dat is al heel belangrijk. En omdat het natuurlijk nu zoveel voorkomt, is het natuurlijk ook wel zo dat bijna in iedere familie iemand wel in aanraking gaat komen met dementie. Dat er steeds meer aandacht komt rondom dit onderwerp is ook duidelijk terug te zien in het bedrijfsleven. Uitvindingen lopen uiteen van een speciale lamp, automatische gordijnen en bewegingssensoren, tot zelfs robotkatten en een fietslabyrinth waarbij mensen op een scherm wat zit aangesloten op een fiets, als het ware door een oude buurt kunnen fietsen. Van alle mensen met dementie woont ongeveer 2/3 nog in een eigen woning. Woningaanpassingen gericht op het langer zelfstandig en prettiger thuiswonen zijn daardoor van belang. Dat kwam een beetje doordat mijn ouders begonnen te klagen dat ze 's nachts het toilet moeilijk konden vinden. En ook het lichtschakelaartje. En toen hebben we eigenlijk voor een hele kinderlijke oplossing gezocht. Dat zijn die rode lampjes die je in het stopcontact kunt steken. En die hebben we dus overal in het huis hebben van die rode lampjes nou in het stopcontact zitten. Er bestaan gratis te bezichtigen modelwoningen die gericht zijn op wonen met dementie. Waarbij voorbeelden worden gegeven over welke aanpassingen verricht kunnen worden binnen de woning. Als afsluiting volgt hier het advies van Mark van Oosterhout, wethouder van dementievriendelijke gemeente Drimmelen. Krijgt u te maken met dementie, hetzij als mantelzorger, hetzij als patiënt, zoek dan hulp. Dat kan te beginnen bij uw huisarts, dat kan te beginnen bij bijvoorbeeld een Alzheimercafé, maar ook bij uw gemeente en alle mogelijkheden vanuit de WMO die ze hebben, zijn daar mogelijk voor. Dus één oproep aan u, zoek contact.